Wat tof dat je deze video hebt aangeklikt. Mijn naam is Melvin en vandaag in deze video gaan we het hebben over een nepskelet in een auto. En nu zul je denken, een nepskelet in een auto? Nou, het zit namelijk zo. Een 62-jarige man in de Verenigde Staten heeft in januari een nepskelet aangekleed. En op de bijrijdende stoel, dus de stoel ernaast waarmee zo'n passagier zit, heeft hij dus een nepskelet bij neergelegd en helemaal aangekleed. Zodat hij tijdens de spits kon gebruik maken van een carpoolstrook. En bij hun heet dat een carpoolstrook, maar bij ons is het eigenlijk gewoon de flusstrook. En de reden is waarom hij dat heeft gedaan, is zeg maar, als jij in die land, de Arizona, is dat namelijk dat land, of een stad van dat land. En als je dat daar doet, dan mag je zeg maar gebruik maken van die vluchtstrook als er file is of een ongeluk gebeurt. Mag je daar dus gebruik van maken als je meerdere personen in een auto hebt. Hele rare regel, snap niet waarom ze dat in Nederland doen, maar ja, dat is hun regel eenmaal in dat land, in de Verenigde Staten. Maar helaas heeft een motoragent reed langs de auto en zag deze opvallende verschijning. Ja, het is natuurlijk best wel opvallend en raar natuurlijk. Het voorval vond plaats in de stad Arizona. Daar mogen automobilisten in carpoolstrook tijdens de spitsuren alleen gebruik maken met meerdere personen. Volgens de politie overtreden jaarlijks 7000 automobilisten de regel over deze carpoolstrook. In april probeerde iemand volledig aangeklede etalagepoppen voor passagiers door te laten gaan. De automobilist kreeg een boete van tenminste $400. En uitgerekend in euro's is dat, even rekenen, in totaal €362, als ik het goed zeg. Ja, dat is voor mij wel. En anders zie ik het daarna wel in de rekenmachine. Dat is best wel gek. En het is best wel knap eigenlijk voor zo'n oud iemand. Niet een belediging van oude mensen. Maar voor een 62-jarige man is dat best wel slim. Om dan gewoon een skelet ernaast te denken van, joh, hey, ik heb 2 passagiers, dus ik mag gewoon doorrijden. Want ik denk dat die mensen die in de auto zitten, de passagiers die naast hen rijden, dan ben je niet echt een passagier, maar de automobilisten, die zullen dat niet echt doorhebben dat dat gewoon een nep skelet is en dat het gewoon helemaal geen persoon is. Dus het is best wel slim, want hij kan natuurlijk ook wel net alsof hij slaapt of zo. Maar de politie was eenmaal daar niet in getrapt. Dus denk jij dat dit berichtje waar is? Laat het dan hier in de reacties weten en misschien is je antwoord wel waar. Als je antwoord waar is, dan krijg je of een hartje of een reactie eronder. En als je weet je niet waar is, ja, dan merken we zelf wel aan al die andere reacties dat je weet je misschien wel niet waar is. Laat het even zeker hier in de reacties. Vergeet ook zeker even niet te abonneren op ons kanaal hier beneden. En het belletje aan te zetten dat je zeker niks mist van al onze video's. Want we maken hele leuke video's. En vergeet zeker even niet een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met weer een gloednieuwe video. Doei!